Boosheid, teleurstelling, wat is je gevoel? Nou, de meeste overheerst bij mij boosheid. Boosheid op de manier waarop wij vandaag 2-2 hebben gespeeld. Niet op de manier van voetballen of het creëren van kansen, dat niet. Maar wel een boosheid in de manier hoe wij hebben verdedigd vandaag. En, ja, dat is onder de maat, denk ik. Dat is een mengeling van gevoelens, denk ik. Je kan het eigenlijk niet vatten dat je deze wedstrijd nog wat handen geeft eigenlijk. Of dat je punten te grabbel gooit. Je start goed. De eerste 20, 25 minuten waren gewoon prima. Moet je scoren. Dan kan je de wedstrijd naar je hand zetten. En dan val je iets terug. Oké, dat kan gebeuren. Maar dan je scoort en dan heb je twee keer de wedstrijd in handen. Kom je op een voorsprong en dan geeft het zo snel weg. De eentje komt gewoon voor, ze hebben de tweede paal ingekopt. En de andere wordt iemand verschalkt en tikt hem voor leeg goal binnen. Maar je weet het, die dingen die kunnen gebeuren met bepaalde spelers, bepaalde mensen. Het kan af en toe eens gebeuren. Het is gewoon zuur dat het twee keer gebeurt. Ja. En twee keer kort na het moment nadat je op voorsprong bent gekomen. Dodelijk. Dat is iets waar je zelf voor gaat als je een doelpunt tegenkrijgt om zo snel mogelijk te scoren. In ieder geval als je zelf scoort geen goal tegen te krijgen. Maar dat is het nog niet. Dat het niet de eerste keer is dat het gebeurt. Maar oké, dat zijn dingen, er spelen verschillende factoren mee. En dat is te veel om op te sommen misschien. Is het misschien ook een beetje typerend voor de laatste wedstrijden zoals jullie ze gespeeld hebben? Net niet eigenlijk. Ja, kijk, dit is een beetje een kopie van de tweede helft van het seizoen. Heel veel kansen creëren met zeker vandaag vond ik ons spel was zeer acceptabel. En zeker in de tweede helft hebben we fase gehad. Dan zag je gewoon het PSV van wat we vorige hebben. Heel veel geduld, kansen creëren. Ja, en dan kan je wel zeggen dat het een beetje typerend is. Heel makkelijk een doelpunt weggeven. En ook heel slordig omgaan met kansen. Maar of het kan zijn, misschien is het wel een kwaliteit. Ja, of een, hoe noem je zoiets? Iets wat geen kwaliteit is? Ja, dat bedoel ik. Zo bedoel ik het ook. Mag je stellen dat het over is? Ja, dat denk ik nu wel. Even zo heel snel naar de wedstrijd. Je laat gewoon punten liggen. Twente laat punten liggen. Voor zover je naar de eerste plek kon kijken, nog laten hun punten liggen. En, moet je zelf wel alle drie wedstrijden winnen. En heb je er al de eerste van gelijk gespeeld meteen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Ik weet niet wat Ajax gedaan heeft. Gewonnen 2-0. Ja, dus dan sta je nog steeds op 4 punten. Wat is het? Gaat je wat 5 plus het doelsaldo. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. En dat is het. Ja, dat is wel over, ja. Je staat nu derde. Leg je daar neer? Ja, kijk. Het is heel moeilijk om dat te accepteren. Omdat je namelijk, denk ik, hele fases van het seizoen misschien wel uitstekend voetbal hebt gespeeld. En waarbij je ook hele fases ook dominant bent geweest in Nederland. Zeker de eerste helft van het seizoen. Ja, dan is het heel moeilijk te accepteren dat je dan uiteindelijk, hè, en daar gaat het uiteindelijk om, dat je in de eindfase van het seizoen dat je dan nog 2 wedstrijden moet spelen waarbij je zegt van ja, het is bijna onmogelijk. Ik vind wel dat je die laatste 2 wedstrijden gewoon moet proberen te winnen. Je moet het niet nu met de pet naar gaan gooien. Dat mag niet gebeuren.